Goed, ja. Tring, tring en dan nemen we op. Ik zie je echt super scherp. Ja, dat gaat prima, toch? Ja, ja. Nou, mijn eerste zo in dit systeem dat ik een interview ga houden. Hoe gaat het met je? Op zich eigenlijk wel goed. Ik werkte al heel veel thuis en dat gaat gewoon nu nog steeds door. Dus er verandert niet heel veel voor mij behalve optreden. Ik blijf lekker sporten en ben ook best wel oké met eten bezig volgens mij. Dus het gaat eigenlijk wel goed. Je hebt niet onwijs een snaaibehoeftes nu we allemaal thuis moeten zitten. Ik vind dat ik het nog best wel oké doe. En wat snaai je dan? Sta jij dan zo met de hagelslag? Nee. Vroeger dan kon ik gewoon door eten. En nu als ik dus hagelslag aan mijn mond zet, gebeurt echt nog wel een keer af en toe. Dan word ik heel snel misselijk. Want hoe plan jij dat in? We zitten nu allemaal thuis. Er zijn geen optredens vanwege de corona. Maar hoe doe je dat normaal als je naar een optreden moet? Ik sta bekend als Patricia met de bakjes en de prakjes. Dus ik prep veel. Ik heb jou iets opgestuurd. Ja. Ik heb het hier. Ik heb het nog niet overgemaakt. Ik heb een hele grote paasas opgegeten de afgelopen dagen. Omdat ik wist dat ik dit weekend niet kan. Ja, ja. De Cyber Challenge is bedoeld als een harde reset. Zodat we minder behoefte krijgen aan zoet. Dat stevia, ziet jouw lichaam dat als eenzelfde suiker als geraffineerd suiker? Het is geen suiker. Het is geen suiker. Oh. Kijk, ik ben geen wetenschapper. Maar wat ik weet over stevia... Wacht, dit is het stevia plantje. Dit maken ze dan tot een pureetje en dat koken ze met water. En uiteindelijk komt er dan dus een vloeistof uit die super zoet is. En dat zijn de stevia druppeltjes. En die zitten ook in je doosje. Dit is zoet zonder koolhydraten. Dus je hebt ook geen insuline in je lijf nodig om het te verwerken. En het is toch zoet. Niet meer zo goed wat ik nog meer in het pakket heb gestopt. Ik ga even kijken. Oh, yes. Ik wil heel graag even jouw koelkast zien. Ja, dat kan. Het wordt een beetje handig. Kijk. Even kijken hoor. Ik denk dat ik dit niet mag deze week. Nou, pils, er zit geen toegevoegd suiker in, maar een radler bijvoorbeeld natuurlijk wel. Dit is sojasaus. Hier zit allemaal geen, in de ingrediëntenlijst, die check ik dan altijd. En daar zit geen suiker of iets in, of dextrose of iets wat eindigt op OC. Nou, ga gewoon proberen je aan je schema te houden deze week. Ik denk dat het voor jou eigenlijk een makkie wordt, want je bent al ontzettend goed bezig. Ik ben heel benieuwd. Toi, toi, toi. Zet hem op. Dankjewel. Tot volgende week. Doei. Doeg. Oké. Nou, daar gaan we. Ik merk dat ik dus nu al heel erg lang aan het nadenken ben over wat ik dan eigenlijk dus nu moet eten. Terwijl ik normaal ook gewoon een stuk fruit eet of zo, wat helemaal niet verkeerd is. Dus heel stom, maar ik ga gewoon mijn ding doen. Ik ga er wel de tijd voor nemen, dat is wel belangrijk. Maar deze gaat er eerst even in. Tijd voor mijn eerste avondeten. Als ik niet train op een dag, dan skip ik altijd mijn koolhydraten bij het avondeten. En dat is vandaag. Dus ik dacht, die kunnen met... salade. Oh ja, en ik had bedacht, op die hamburger moet natuurlijk de ketchup, want die wil ik meteen uitproberen. Nou, dit is gewoon ketchup. Goedemorgen, dag 2. Het is gisteren best wel laat geworden. Dat zijn mijn grootste uitdagingen, dat het dan laat wordt en dat ik dan langzamerhand een beetje oververmoeid raak. Ik wil gewoon snel energie en dan ga ik dus suiker vreten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, dus ik heb nu ook iets langer geslapen. En het is vandaag mijn trainingsdag en dat betekent dat ik mijn lievelingsontbijtje mag hebben. En dat is havermout. Bijna op. Ik at altijd fruit erin, maar daar ging het toch niet helemaal goed op. En toen ben ik overgestapt op worteltjes en dat vind ik super lekker. En ik heb nog nooit gehoord dat iemand het eet. Maar goed, ik eet het, ik vind het lekker, dus boeien. Nu 12:30. 's nachts. En ik had trek. Dus, De rest van de week zit ik bij mijn vriend thuis. Dus ik ben nu even aan het kijken wat ik mee kan nemen allemaal. Die gaat sowieso mee. Mayo, de ketchup, chili saus. En ik denk alle groentes. We zijn paasboodschappen aan het doen. Tot nu toe best wel goed met een beetje zoeken. Ik heb dus ook hummus met een smaakje gevonden waar geen suiker in zit. Dat gaat helemaal goed.
Oké, hebben we alles? Ik kom net van de 5e supermarkt. Ze hebben gewoon geen gist. Nergens. Ik word helemaal gek. Yay! Je bent toch niet live, hè? Ja. Oké, okay, zet maar iets anders op. Wat is een paasliedje dan? Eén ei is geen ei, twee is een paas. Oké, ik begin wel gewoon. Het is vandaag eerste paasdag en ik ga maken voor jullie een brood. Gevulde appelpastaatjes, allebei van Jessica Lang. En gevulde eieren van mijn eigen recept. En allemaal dus zonder toegevoegde suiker. Let's go! Die eet ik natuurlijk niet. Het is nu tweede paasdag. Dat betekent dat ik over de helft ben van de week. Ik heb ook vandaag wel echt een beetje een off day. En ik weet niet precies waar het aan ligt. Het kan ook zijn dat ik gewoon... Ik weet niet, ik vond het gisteren toch wel uitdagend om echt helemaal geen toegevoegde suikers te eten op zo'n dag waar ik normaal helemaal los ga met lekker eten en chocola en zo. Het is niet alsof ik dan het gevoel heb dat ik niks kan eten, maar ik merk wel dat ik er toch wat tegenaan loop. Dat er wel wat in mijn patroon zit van dat ik gewoon snel wel af en toe even snack. En als ik dat dan nu even helemaal niet doe, ja, ik merk gewoon dat ik wel een beetje chagrijnig ook ben of zo. En dat zal wel te maken hebben met deze hele week. En kijk, ik ga ook even laten zien. Hier in de kasten staat dus bijvoorbeeld wel pasta en dat soort dingen. Dus daar moet ik ook een beetje vanaf blijven. En dat gaat goed. Maar het is wel een beetje irritant. Ik begin wel echt steeds meer respect te krijgen voor de mensen die dit altijd echt moeten volhouden. Ik merk wel dat ik blij ben dat de week bijna voorbij is. Ergens. Ik ben wel koekjes aan het maken nu. Suikervrije koekjes. Met van die toffee spul erin. Ik ben wel benieuwd. En we eten vanavond iets wat ik normaal ook zou eten. Boontjes. Want daar had ik ook een kruidenmix voor gehad. Boontjes met kip en rijst. Ik ben weer thuis. En ik ga even mijn laptop opstarten voor het eindgesprek met Jessica. En dat betekent dat ik het gehaald heb. Hey. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja. Wat ga jij straks als eerste doen? Nou, ik heb chocoladepaashazen liggen. Die had ik al een paar dagen liggen, maar ik heb ze gelukkig niet gegeten. Ik denk dat ik nog heel eventjes wacht, want ik had een dikke dip. En wat voor soort dip? Nou, gewoon heel erg moe, de hele tijd trek en willen eten. Maar als ik het nou nu nog een paar dagen aanhoud, in ieder geval tot in het weekend... Dan kan ik even kijken of het zich verder stabiliseert. Want dan weet ik dat het dus wel te maken heeft met die suikers. En dan heb ik een echte goede reset van mijn lijf. Maar ik zag ook lekker avondeten met sperziebonen en kip, geloof ik. Ja, super veel groenten. Ja. Dat was dus zoiets. We hadden echt veel eten. Ik heb ook veel gegeten daarvan. Ik denk dat mag dan, zeg maar. En toen had ik toch weer gewoon na een uur gedacht, nou, ik moet iets eten. Ik weet niet wat ik met mezelf aan moet, weet je. Ja, het is toch ook een beetje een mindfuck, hè? Ik denk deels. En is er nog iets waarvan je zegt van, nou, dat wist ik echt niet. Maar doordat ik nu extra streng oplet, ben ik daarachter gekomen. Nou. Nee. Als het zonder suiker kan, waarom dan niet? Het is een beetje investeren om zo'n week door te komen. Het is uiteindelijk een kleine moeite om bijvoorbeeld jouw saus te pakken in plaats van een andere saus in de supermarkt. Ja. Maar als ik hem helemaal heb gevonden, ja, waarom niet? Weet je? En mijn lijf reageert er beter op. Heel erg. Ja.
Leuk dat je andere mensen daarmee hebt willen inspireren om wellicht ook een keer een suikerchallenge aan te gaan. Of in ieder geval wat veranderingen aan te brengen in hun patronen. Dus dank je wel daarvoor. Ja, ik vond het ook ontzettend leuk. Oké, doei doei. Bye. Doei.